En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter, hobbend, gitter, aldermugend heer. Want de ludie kunnen praten, toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel zak maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Heb je ook gehoord dat het kabinet plannen heeft om toch weer het groot deel van de, zeg maar, de klimaattax af te wendelen op de burger en niet op het bedrijfsleven? Nee, daar heb ik niks van gehoord nog. Dat was vanmorgen nog in het nieuws, maar wat vindt u daarvan als dat zo is? Om eerlijk te zijn, ik ben P van de A, maar ik ben met de nieuwe partij, met die Forum, ben ik het eens. Pippelt ons eigen er niet mee bemoeien, dat kleine klootlandje. Daar step je op die landkaart, hè? Met de hele wereld eromheen. Los eerst in Afrika en Amerika en China eerst de boel op orde hebben. Ja, het interesseert me niet. Klimaat interesseert u niet? Dat interesseert me wel. Ja. Daar gaat het niet om. Maar ik wil er verder niet meer over praten. U heeft... Er is genoeg over gezegd. Ja, ik vind het heel mooi. Okay. Het gaat over het kabinet. Dat zou de lasten van de klimaattax afwendelen ook op het bedrijfsleven. Nou willen ze alleen maar de 10 grootste bedrijven en de rest voor de burger. Wat vindt u daarvan? Geen eerlijke verdeling. Ik vind dat niet correct. Je moet dat eerlijk verdelen. Ja. Niet alleen één partij en andere partij uitsluiten. Nee. Maar de 10 grootste, dus de Hoogovens is de grootste, de uitstoot van CO2, die moeten wel betalen. Uiteraard, iedereen moet betalen. Ja. Dat zijn gelijke lasten. Ja. Ja? Ik volg het zelf eigenlijk niet eens, dus ik durf het eigenlijk niet te zeggen wat ik ervan vind. Ja, het klimaattekort is sowieso een beetje bullshit. Ja. Wat zegt u? Ik vind het klimaattekort een beetje... Sowieso een beetje bullshit eigenlijk. En waarom vindt u dat? Nou, omdat de aarde warmt niet op, zeg maar, omdat wij, ja, omdat wij nou echt uitlaatgassen en al die CO2, dat komt niet allemaal, ja, het wordt een beetje overdreven, laat ik het zo zeggen. Dat komt jammer door ons. Dus het is niet het gevolg van de CO2 dat het klimaat opwarmt? Nou, niet door ons in ieder geval. Kijk, de aarde is sowieso een beetje een golf, zeg maar. Weet je, het wordt warmer, dan wordt het kouder. Alleen, we zijn pas sinds kort kunnen we meten. En dan warmt het op en nu denken we volgens dat het allemaal daardoor komt. Het is een natuurlijk proces. Het gaat al miljoenen jaren zo. Ja, bovendien is het milieu is niet hetzelfde als het klimaat. En mensen willen dan heel goed het milieu. En dan kopt ze dat meteen aan het klimaat. En dat vind ik een beetje... Jullie steunen hem? Ik wel. Ja? Ja. Want jij vindt hetzelfde? Ik, ja, zeker. Ja. Dus de invloed die wij hebben op het klimaat is minimaal, zeg ik zeggen. Ja. Nou, ik denk, vroeger hadden we ook de ijstijd en dat is toen ook weer, ja, is het ijs ook gesmolten. Dus dan ga ik er ook vanuit dat het gewoon een miljoen jaren zo is. Maar goed, 2030 moeten wij bepaalde normen halen, dat is afgesproken. Dat moet betaald worden, dat is ook afgesproken. Alleen nu gaat het erom, moet het bij de burger liggen of bij het hele bedrijfsleven ook? Bedrijfsleven. Ga ik vanuit. Ik wel. Best vind ja, ik. En niet bij de burger? Wat het beste zou zijn als het wordt afgeschaft. Maar kijk, als je al die bedrijven ermee gaat belasten. Dan denk ik, al bedrijven die gaan gewoon Nederland uit. En dan denk ik van, ja, fuck it. Ja, die worden, en dan banen worden ook minder. Want ja, weet je wel, er zijn geen bedrijven meer waar je kan werken. En volgens krijg je een beetje werkloosheid. Ja, nou, en voor de rest weet je het wel. Ja, maar heel Europa moet eraan voldoen, hè? Dus nee, dan moet je... Nee, dus afspraken in de EU is dat het wel moet. Nou, dat hoeft niet per se. Okay. Ik bedoel, Oostenrijk doet het bijvoorbeeld niet. Er zijn meer landen die dat niet doen. En ja, als je per se in het klimaatakkoord wil blijven, dan moet het inderdaad wel. En dan vind ik dat we eruit moeten stappen, eigenlijk. Oké, duidelijk. Dankjewel. Ja, de grote bedrijven die hebben dus altijd al voordelen. Die weten dus overal al voordelen uit te halen. En, maar die moeten nu wel betalen. Ja, maar dan moet A nog maar even blijken wat dat is. En B, van je moet de vervuiler in zijn algemeenheid. En dat gaat niet alleen om grote bedrijven, maar ook de hele categorie daaronder. En je zou ook moeten kijken naar de aard en de omvang van de vervuiling. Dus...
Ik denk dat dat zo'n ecotax waarbij je veel meer kijkt naar mate en aard van de vervuiling, dat zou je veel meer daarin mee moeten nemen. En ja, ik maak me ernstig zorgen dat de populistische partijen op dit moment het klimaatgedoe allemaal gedoe vinden. Je bedoelt het Forum? Nou, het Forum onder andere, maar zij zijn niet de enige. Hè? Dus nee, het klimaat is, zou een ernstige bron van zorg voor iedereen moeten zijn. Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien wat er gebeurt. En wat moeten we daaraan doen als burger? Moeten we in protest komen? Of, want hij heeft dingen beloofd, van we hebben verkeerd berekend. Zou het helpen? Ik ben bang dat het al te laat is. Ja. Hoe zou het wel moeten? Hoe zou we dat energieprobleem moeten oplossen? Windmolens? Niet te veel windmolens hoor. Ik vind het prima dat het alternatieve energie is, maar te veel windmolens, dat vind ik ook niet goed. Moeten we ook niet weer eens gaan denken over kernenergie? Als het veilig is, vind ik het prima. Ja. Maar er zegt er wel wat bij als het veilig is, hè? Ja. Nu zeggen veel mensen, ja, wij zijn zo'n klein landje, we hebben daar geen invloed op de wereldgebeuren. Als we nou gewoon eens allemaal zelf eerst eens beginnen met een druppeltje, ja. Dan een hele hoop druppels zijn samen ook een glas vol. En dat, wat zit hem in het gedachtegoed, ja. Dat je bewust bent. Dat je, bedoel, als ik met de fiets kan, dan ga ik met de fiets. En ik heb een auto, maar die gebruik ik alleen maar als het echt langere afstanden zijn en als dat echt nodig is. Ja. Nou, dat is een keuze die ik gelukkig kan maken. Maar die zouden veel meer mensen kunnen en moeten maken. Dus verander de wereld, maar begin bij jezelf. Vooral dat. En ook niet te veel naar een ander wijzen. Ja. Laten we het gewoon maar zelf even doen. Ja. Wat dat betreft vind ik die protesten van kinderen en die vind ik goed. Want zij zijn de volgende generatie. Dus laat ze daar stevig mee beginnen. En dat als het bij hun verankerd raakt, dan is dat goed. Ik vind het wel heel grappig dat een kleinzoon van toen 7, nu 8... dat hij vorig jaar ineens bedacht, hij houdt van dieren, maar dat hij ook dacht dat vlees eten is helemaal niet goed. En dat hij heel overtuigd nu geen vlees meer eet. En dan denk ik, 7, 8 jaar, nou, dan is er dus nog best hoop. Maar er moet veel gebeuren, want anders gaan we met z'n allen het lastig krijgen. Oké, dankjewel.